Welkom op het laatste forum van dit schooljaar, de zomerspecial. Zo zomers is het niet, hè? Wij zitten nog altijd in onze muffe klas. Tijd voor andere plaats. Ik ben weg. Ik ook. Veel beter. Amai, wat een hitte. Die zon brandt nogal. Hopelijk is een moestuin niet helemaal uitgedroogd als we terug op school zijn. Ja, we gaan wel aan de kinderen moeten vragen om daarmee voor te zorgen in de zomer, hè. Zeg maar, hebben jullie die radijsjes geproefd? Wat een joekels. En de lekker. Sla. Verse sla, niks beter dan dat. Ik wil op citytrip. Even in de stad, in de schaduw. Ik denk dat Lisbeth al vertrokken is. Antwerpen? Nee. Brussel? Leuven? Oh, laat ons Mechelen nemen, want ik ben zelf niet afkomstig van Mechelen. Ik ken daar eigenlijk ook nog niet alles, hoor. Dan heb ik echt een heel goed idee. Want die van mijn klas, van het zesde leerjaar, die hebben zich daar helemaal op voorbereid. Die kunnen ons gidsen in Mechelen. Ah, super! Kom, we zijn weg. Kom. Oké. De Dijl is gemaakt door de natuur. En de Dijl is in de binnenstad.
Er is ook een afleidingsdal gebouwd in 1904, omdat er veel overstromingen gebeurden. En toen moesten de vlieten ook dicht doen. En Nada gaat nu vertellen wat vlieten zijn. Vlieten zijn open riolen. Eind 19e eeuw werd de vlieten gedempt en de afleidingsdal te laten uitgraven met hun sluis. Want er kwam overstromingen en het stond keihard en dat vonden de mensen niet leuk. Michel gaat nu uitleggen wat sluis is. Een sluis is een grote muur met een deur. Dat het water niet diep is, want als het diep is, gaan er overstromingen gebeuren. En dat willen wij niet, dus het water gaat dan niet diep zijn. Maar als er een schip is, dan gaan de deuren open, dat er weer veel water is. Want anders gaat het schip tegen de bodem of zo boksen en dat willen wij niet. En dan is er genoeg water dat het schip door kan. En als het schip door is, dan kunnen de deuren weer sluiten. Dekkerspoel is een heel oude buitenwijk. In 1254 werd er een klooster gesticht. En in Dekkerspoel, daar rond woonden vroeger zowel ambachtslieden tegen de stad aan als landbouwers. Verder van de stadweg, straatnamen als Lakenmakerstraat en Kalverenstraat herinneren ons aan drukke bezigheden. De naam Nekker komt ook van dat komt van Nekkerspoel. En ik heb nog een beetje daarbij. Nekker betekent waterduivel uit allerlei zaken. De Brusselpoort noemde vroeger de overste poort. Enige poort dat bewaard is. En in 1828 bedroegen de poortgelden 2 centen en 6 centen voor de ruiters. En 's avonds werd het bedrag verdubbeld en in 1860 werden deze belastingen afgeschaft. In het jaar 1000 ongeveer was de eerste poort gemaakt. Rond de 13e eeuw was de eerste muur en er waren in totaal 12 poorten. Er was ook een voorpoort, dat is de poort dat eerst komt. Daar moet je betalen om binnen te komen. En daarna is er pas de echte poort. Nu noemen we dat Veste. De Brusselpoort is de enige poort dat overgebleven is van alle 12 poorten. En het is gemaakt door niksen steen. Dit was het. Om de inwoners te beschermen in de stad waren er vele uitkijktorens. Als de avond viel, werden de klokken geluid en gingen de stadspoorten dicht. Er zijn ook 8 grote poorten rond Mechelen. Van de eerste renaissancegebouwen. Het paleis is gebouwd in 1507 tot 1530. Wist je dat België, Luxemburg en Nederland vroeger bij elkaar waren? Het Hof van Savoy was gebouwd in 1507 tot 1530. Margaretha van Oostenrijk bestuurde het land Habsburgen tussen 1507 en 1530. De Renaissance kan je herkennen door veel decoratie, rondbogen en symmetrie. Het gebouw in Hof van Savoy is een gerechtsgebouw. In een gerechtsgebouw wordt bepaald welke straf je zal krijgen als je iets hebt gedaan. Hier zien jullie dat het man het poppetje op Signor. Op Signor werd bezien als een man, als een poppetje die in de lucht werd gegooid bij elke stoet. Opsignor werd vertaald in de volksmond als iemand, als een man die zijn gezin slecht behandelde of te dronken was. Maar op een stoet hadden ze opsignor in de lucht gegooid. En zoals jullie weten is een Antwerpenaar in de volksmond een signor. En het poppetje werd in de lucht gegooid bij een stoet en het viel op de signor. Dus daarom heet het opsignor. En opsignor
Op signortje had ook een naam voordat hij deze naam kreeg. En dat was Sotskop. Die naam kreeg hij omdat hij een grote hoofd had. De Grote Markt was eerst een gevangenis. Dus het was een gevangenis. Jaren later werd de gevangenis zo afgebroken. Daarop was een evenementenplein gezet voor optredens, voor stoeten, voor zo'n dingen. En, de Sint-Romans-kathedraal is 700 jaar geleden gebouwd. De toren is erna pas opgezet. De Sint-Romans-toren is ook bekogeld geweest in de Tweede Wereldoorlog. Dat zie je aan de donkere stenen. Dat zijn vervangingsstenen. Vervangingsstenen die de gaten van de kogels vullen. Die mooie beige steen was er niet meer, dus ze hebben ze vervangen met een donkere. De Sint-Romans-toren is in chaotische stijl gebouwd. Dat is een stijl met veel spitsbogen. Die spitsbogen dienen voor de muren. De spitsbogen houden de muren eigenlijk recht. Waren die er niet, dan vielen de hoge muren om. En iedereen wou een hoge kathedraal, want zo hoog als God. Want als je hoog bij God zit, kan er niets gebeuren. In de Eerste Wereldoorlog bezitten de Duitsers België. En toen moest koning Albert vluchten. Hij bleef de mensen aanmoedigen dat hier waren. En zij bleef vluchten. En toen woonde België. En iedereen noemde hem een held. In het Groot Begijnhof. Het Groot Begijnhof is 16 hectare groot. En er is ook een klein begijnhof en begijnhof woonden er oude mensen en gebrekkige begijnen. In 1566 werd het groot begijnhof aangevallen en werden er veel gebouwen vernield. Begijnhof is in de stadsland van Mechelen. In het begijnhof wonen religieuze vrouwen. Dus het begijnhof is heel belangrijk in de geschiedenis van West-Europa. Mensen denken dat begijnhof in de 12e-13e eeuw ontstond na de kruistochten, doordat er overschot was. En dat ging tussen 1384 en 1530 beleefde Vlaanderen haar gouden eeuw. De Bourgondiërs lieten een nieuwe wind waaien. Ze brachten rijkdom, creativiteit en verfijning. Deze periode in de middeleeuwen noemen we de Renaissance. Mechelen was de hoofdstad van het Bourgondisch Rijk en had een enorme aantrekkingskracht op invloedrijke denkers, makers en doeners, zoals Karel de Stoute, Keizer Karel, Thomas More, Gerardus Mercator, Rembert de Dodonis. Het Hof van Busleiden is zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Het is zeer prachtig en zeer speciaal. Het architect was Victor Lux en hij had 150 plekken getekend voor de vleeshallen. Dat was in 1891 en er waren 150 plekken zo om te verkopen. En oei, daar. Oh, mijn papa komt eraan. Oei, en waar is dat cadeautje van Vaderdag nu weer? Dat heeft het al lang afgegeven. Juf Connie Vaderdag, dat is al lang geleden. Oei, oh, dan ben ik veel te laat. Oh, ik zal maar rap naar mijn papa gaan en een extra knuffel geven.
En laten wij dan samen kijken naar wat al onze kinderen hebben gemaakt, jullie papa. Alwie die danst is een krokodil. Alwie is de sterkste van de wereld. Baba, baba. Wie is de bovenbeste kerel? Baba, baba. Wie boort het liefste met een boormachine? Baba, baba. Wie haalt er altijd 10 op 10? Baba. Wie heeft de allergrootste schoenen? Wie gaan het beste mama's zoenen? Wie kan het allerhardste lopen? En wie legt de allerbeste knopen? Wie laat thuis de laatste boeren? En wie raakt nooit over zijn toeren? Wie zit het allerlangste op wc? Zit er diepste in de canapé? Mijn papa is de sterkste, de stoerste op de baan. Maar toen ik geboren werd, liet hij een papatraan. Maar Lintzie, dat ziet er lekker uit. Wat ben je aan het drinken? Absoluut, een lekkere cocktail. Hé, maar kijk daar. Daar zijn allemaal ballonnen. Die is vet. Oh, wij moeten alle jaren vieren. Van juni, juli en augustus. Een super feest. Tijd voor de feesten. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vakantie.